In deze video laat ik u een kinderwagen zien van Easy Walker, de Harvey 5. Het is een lichtgewicht kinderwagen die ook nog eens heel compact inklapt. Dat zal ik u straks laten zien. De kinderwagen is te gebruiken vanaf geboorte en de eerste 6 maanden gebruiken we daarvoor de reiswieg. Wat goed is om te weten is dat ik in deze video de premium lijn voor de reiswieg laat zien. Er zijn 2 verschillende modellen namelijk. We hebben een premium uitvoering en een standaard uitvoering. En er zitten wat kleine verschillen in en deze zal ik stapsgewijs in de video benoemen. Allereerst zien we de zonnekap. Die heeft aan de achterkant een ventilatiestrook. En we kunnen door middel van de rits de zonnekap nog wat verder verlengen. Op deze manier ligt het kindje altijd goed beschermd tegen de zon. En dan komt er ook nog een extra ventilatiestrook tevoorschijn. De premium lijn, zoals deze, heeft ook aan de onderkant van de reiswieg nog een extra ventilatiestrook voor op de echt warme zomerdagen. En als we de zonnekap naar achteren doen, dan zien we hier een valbeugel. Die kunnen we heel eenvoudig aan 1 van de 2 kanten open doen en wegdraaien. En we kunnen ook het dekje open doen. De reiswieg wordt standaard geleverd, inclusief een comfortabel matras. En bij de premium lijn zien we aan de achterkant nog een klepje met een klittenbandje. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat het hoofdje van het kindje altijd hoger ligt dan de rest van het lijfje. En dat is ideaal voor kindjes die last hebben van reflux. Om de reiswieg van het frame te verwijderen hebben we hier aan de voorkant een knop. Die trekken we omhoog en dan kunnen we zo eenvoudig de reiswieg weghalen. We hebben nu hoogteadapters tussen het frame geplaatst. Die zijn los verkrijgbaar, maar zijn wel vaak erg fijn omdat de reiswieg dan net even wat dichterbij staat. Bij de zitting zijn deze hoogteadapters ook te gebruiken. Let op, dit kan dan wel maar tot 15 kilo. En ze zijn heel eenvoudig van het frame te halen door middel van 1 knop. Als we het frame omdraaien, zien we ook gelijk de schoenvriendelijke rem. Dat betekent dat we die dus altijd met de onderkant van de voet kunnen bedienen. En we zien hier de boodschappenmand. Van de premium lijn is deze boodschappenmand af te sluiten door middel van het dekje wat er overheen zit. Dan hebben we 2 ritsjes die we open kunnen doen om makkelijk bij uw spullen te kunnen. Maar dan liggen ze net wat meer opgeborgen. De standaard uitvoering heeft gewoon een open boodschappenmand. De duwstang kunnen we ook in hoogte verstellen. Dat doen we door middel van de 2 klepjes open te zetten. Dan kunnen we die in hoogte aanpassen. Voor het inklappen doen we deze helemaal naar beneden toe. Dan zetten we de wagen op de rem. En dan hebben we hier aan de voorkant een hendeltje en een knop. Die drukken we tegelijkertijd in. En dan kunnen we op deze manier het frame inklappen en vergrendelen aan de zijkant. Na 6 maanden kunt u overstappen naar de zitting. Deze is te gebruiken tot 22 kilo, dus dat is ongeveer 3 tot 4 jaar. De zonnekap op de zitting is dezelfde als van de reiswieg. Dus ook hier hebben we weer een rits in zitten om deze te verlengen. Aan de achterkant zien we een klepje waarmee we de verschillende standen kunnen instellen. Dus we hebben nog een relaxstand en een volledige slaapstand. En als we de zitting willen gaan omdraaien, gebruiken we de 2 knopjes aan de zijkant. Deze drukken we tegelijkertijd in. Dan kunnen we de zitting loshalen en andersom op het frame bevestigen. En dan kunnen we ook gelijk de binnenkant van de zitting wat beter gaan bekijken. Allereerst zien we hier een voetensteun. Die kunnen we nog verstellen met 2 knopjes aan de zijkant. Dus die kunnen we omhoog zetten of juist naar beneden doen. Dan hebben we hier de valbeugel. En wat wel een leuk detail is, is dat hier een clip op zit die we weg kunnen halen. En dan zijn er verschillende accessoires op de valbeugel te plaatsen. Zoals bijvoorbeeld een bekerhouder. De valbeugel kunnen we ook eenvoudig open doen en wegdraaien met een knopje aan de zijkant. Het kindje zit vast in een 5-puntsgordel. En dit is ook gelijk een verschil tussen de premium lijn en de standaard uitvoering. Want deze premium lijn heeft namelijk een net iets makkelijkere gordelsluiting. Dit gaat namelijk door magneetjes. Dus deze klikken eenvoudig over elkaar. En zo klikt de gordelsluiting automatisch weer dicht. Ook zien we bij de gordelpads dat die aan de achterkant voorzien zijn van meshmateriaal bij de premium lijn. Dus dat is net even wat luchtiger voor op de warme zomerdagen, dat ze wat minder gaan zweten. Ook kunnen we de gordels nog in hoogte verstellen naarmate het kindje wat groter wordt. Het is ook mogelijk om de kinderwagen inclusief zitting in te klappen als de zitting naar voren staat, zoals die nu dus staat. Dus dan doen we weer de duwstang naar beneden. En dan zit er dus onder de zitting het hendeltje. En dan op deze manier kunnen we het echt tot een compact pakketje inklappen. Het pakket inclusief zitting weegt 11 kilo, dus dat is vrij licht voor een kinderwagen. De kinderwagen is ook vanaf geboorte te gebruiken door middel van een groep 0 autostoel en losverkrijgbare autostoeladapters. En het is zelfs mogelijk om deze kinderwagen als duowagen te gebruiken. Verder is de kinderwagen verkrijgbaar in verschillende kleuren. Deze kunt u terugvinden op onze website www.babypark.nl. Daar kunt u de kinderwagen ook bestellen. Wilt u hem liever in het echt komen bekijken, bent u natuurlijk van harte welkom in een van onze megastores.